beste koetjes, welkom bij een nieuwe aflevering van Oblivion. Vandaag gaan we weer even een quest doen voor de Fighters Guild. Mijn toetsenweek is trouwens voorbij, dus de komende tijd kunnen we wel weer gewoon volgens schema video's verwachten en dergelijke. We moeten vandaag een winkelhouder helpen die last heeft van mensen die inbreken. Dus we moeten dat blijkbaar oplossen. Dat is deze dude hier, Norbert Lelel. Dit was een winkel waar ik voorheen niet binnen kon en dat verklaart dus wel wat, want natuurlijk inbraken bij hem zijn, laat hij geen mensen binnen. A slight mistake, you know. Bit of bad luck there. So, what can I do for you? Nee, wat kan ik voor jou doen? I've lost a great deal of merchandise over the last few months. I keep replacing it, but they keep stealing it. New locks on the doors be damned. They always come at night after I've gone to bed. Maybe a mage transports them inside. You can just stay in the shop overnight. Good luck. Until this mess is settled. I know I can trust you to keep the place safe. Tuurlijk, dude. Nu is dus de bedoeling dat ik hier ga slapen overnacht of zo ergens. How does the day greet you, friend? Ja, best hoor. Hij gaat ondertussen in een inslapen of zo, iets dergelijks. Dan gaan we, kunnen wij gewoon zijn bed gebruiken, mag ik hopen. Moet even zijn kamer vinden waar zijn bed is. Oh ja, oh nee, kunnen we niet gebruiken omdat het owned is. Wat flauw nou. Is die, heeft hij ergens een gastkamer of zo? Ik zei niet gastkamer, ik zei gastkamer. Daar zit een belangrijk verschil. Dat is naar buiten, dus dat is het ook niet. We gaan gewoon ergens op een stoel zitten of zo, maakt eruit. En dan gaan we kijken wie er inbreekt. Wie ben jij trouwens? En waarom? Jij bent zeker degene die ervoor zorgt dat die mensen binnenkomen. Of niet soms, hè? Die inbrekers. Nou, we moeten wachten tot het nacht is. Het is nu ongeveer 12 uur 's middags. Dus 12 uur 's nachts is het nacht. Dan komen ze wel binnen. En dan gaan we weer even 12 uurtjes wachten. Zoals gebruikelijk is. Dat het 's nachts is, als het donker is. Oké, laten we eens kijken. 10 over... Jij bent hier nog steeds, weet je, en dat bevalt mij niet. Hoe sta ik ook weer op van de stoel? Oh, ja, zo. Oh, daar zijn inbrekers. Hallo. Oh, zij helpen dus ook verdedigen. Dat had ik niet helemaal door. Ze vochten niet eens wat. Wat zijn dit voor mensen? Wat? Ze dragen allemaal hetzelfde armor. Ik denk dat ze van een guild zijn of zo. Iets dergelijks. Light armor skill verbeterd. Oh, ik word bij deze dude aangevallen. Storm the Birdly. Oké. Wow, 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 wow. Waarom komen jullie eigenlijk allemaal opeens vandaan, joh? Oh, wow, wow. Ik raak per ongeluk de verkeerde mensen. Oh, shit, man. Er gebeurt opeens zoveel tegelijkertijd. Mijn framerate kan niet eens meer aan. Dan zitten we even die kleine elf pakken. Hoppakee, ik ben bijna dood. Ik ben dood volgens mij. Ik ben inderdaad dood. Had ik eerlijk gezegd niet verwacht. Ik dacht dat ik zo aan kon. Ja, we starten gewoon even opnieuw. En nu weten we dat ze komen. Moet ik even... Is het al nacht of zo? AM, dat is nacht dacht ik. Of niet? Hui. Hui. Ja, dan wachten we even 12 uurtjes. Hopelijk loopt het nu wel goed af dat ik ze wel gewoon kan doden en anders. Dat zien we wel weer. En dan ga ik gewoon even cheaten. Maakt het even uit, joh. Maakt me, ik zeg niet meer uit of ik nou cheat of niet bij sommige punten. Dus hopelijk lukt het nu wel. Ik heb nu gewoon post bij de hand. Ja, dus daar zal alweer. Gewoon een beetje kokkeloeren met haar hoofd. Of ik pak gewoon even een verbeterd zwaard. Deze doet vuur damage. Dat is op zich niet slecht. Had ik hier nog een schild bij me? Ik dacht ze toch vrij zeker van wel. Of heb ik hem per ongeluk verkocht? Nee, dat gelukkig niet. Heb ik nog leuke potions bij me of zo die ik op me kan gebruiken? Dat is ook nog redelijk belangrijk om bij je te hebben en zo. Potions. Nee, ik heb ook geen healing potions. Dus dit wordt misschien aardig vervelend. Maar ik heb iets wat vuur damage doet. Dus dat gaat in ieder geval wel de betere kant op. Oké, dan. Wof. Zou we eens even die kleine elf pakken? Light armor skill increased. Oké, dat is in ieder geval beter. Oh shit. Oké, nu wordt het spannend. Ik heb echt momenteel redelijk last... Oh, what the fuck. Redelijk last van lag. En dat komt doordat het zo druk is momenteel hier. Oh, dat deed toch aan damage op? Nee, oh, die had ik mooi geblokt. Dat zijn skills. Dat zijn die middeleeuwse skills die je moet hebben om het spel te overleven. Goed zo. Met maar lekker op mijn schild. Oh. Waarom laat hij niet stunt als ik op zijn schild raak? Dat is echt irritant. Dat is not even of charge. Nou, fijn dan. Nee, niet dood. Nee, 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 nee. Fuck it, ik ga cheaten. Ik ga cheaten. Kill. Boep, die dood. We zitten met hem. Maak ook gewoon even dood. Kill, op. Waarom staat trouwens mijn caps lock aan? Even uitzetten. Staat hij nu aan? Nu staat... Hé, ik begrijp geen... Oh shit, we hebben hem ook nog. Oh, hij heeft die vrouw vermoord. Dat is niet zo aardig van hem. Hoppakee, jij bent dood. Zo, dat was een beetje cheaten. Maar dat moest gewoon maar even. Want ik heb geen zin om deze... Ik sla heel veel quests over dat ik ze niet kan. En als ik gewoon telkens blijf overslaan die quest, ja, dan kom ik nooit ergens. Dus ik moet het gewoon even zo doen. Mature Curious. Hoeveel armor heeft dat? 5? Hoeveel armor heeft dat van mij? Laten we daar eens even naar kijken.
3. Ah, dat staan ze ook niet helemaal vol gerepareerd, maar goed. Hebben ze ook nog mithril? Voor mij is dat light armor en betere armor dan ik heb, of niet? Nou, we nemen gewoon eentje mee. Chainmail had ik al, volgens mij. Oh, over de cummet weer. I've taken care of the crooks breaking into Norbert's LL store. I should speak with the shopkeeper himself. Ja, je vrouw is dood als het je vrouw was. Ik weet niet helemaal wie dat was. Ik begrijp nog niet helemaal wat er eigenlijk aan de hand was. Ja, oké, er waren inbrekers en die gingen opeens mij aanvallen. Maar ze droegen allemaal hetzelfde armor, dus ik denk dat ze bij een soort groepering hoorden of zo. Zal dat het wel zijn, wat dit kwarts dingetje trouwens verbetert. Endurance en strength. Ja, we droppen gewoon de Mitsu Curious, hoor, maak beide uit. Dat is niet gigantisch veel waard. Oh ja, zij is dood. Heeft ze nog wat interessant bij zich? Foxlucky. Oké, handig. Die gaan we niet meenemen. Ik ben trouwens bijna dood, dus misschien beter als ik even een uurtje ga wachten, zodat ik weer vol health heb of zo. Dus ik denk dat het persoonlijk handiger is. Oké, dan moeten we hem zeker bij de in gaan opzoeken, die hier in de buurt zit. Ik denk dat hij daar zat. Er staat gewoon op de map natuurlijk waar die is, dus waar lul ik over. Hier zit hij. Dit is inderdaad een in. Als je zo'n half maatje ziet samen besteden, is het een in. Voor degene, de Oblivion spelers onder ons, hè. Ik weet niet of veel mensen dit spel tegenwoordig te spelen. Hello. Ik zou ook zeggen, verwachten van niet. Oh, daar ben jij met je raar hoofd. Hij heeft echt een raar hoofd. Hij heeft echt een hele... Het hele gezicht zit al een beetje klein. Echt heel raar. Ja, break-ins. You've gotten them? Wonderful. But oh, ze werken voor hem. Oh. I can't imagine what turned them to a life of crime. Ik wel, geld. Sad. Well, here's your payment. Geld? Inderdaad geld. Oh jee. Yeah. Heb je nog wat rumors of zo voor me? They say that Daedra came from Oblivion and... Ja, ik was erbij, dude. Dat hoef je mij niet te vertellen. Jij ja, ziet er een beetje vreemd uit. Oké, dan pakken we maar even mijn gewone claymore. Silver claymore. Hops, oké. Okay. Wat nu? Moeten we denk ik even weer nieuwe quests gaan halen voor de Fighters Guild. Want ik vind die tot nu toe wel leuk om te doen. Ze leveren wat geld op en dergelijke. Hoeveel geld hebben we trouwens? Laten we daar eens even naar kijken. Ik had 5000 nodig om mijn huis hier te kopen. En dat ben ik dus onder andere ook van plan om nu te gaan doen. Om mijn huis te gaan kopen. Ook heb ik daar niet het geld niet voor. Maar dat is gewoon een doel. Je moet doelen stellen in het spel als je het leuk wil houden eigenlijk. Maar daar zit ook die quest voor. Of ik ga verder met de main quest. Maar daar heb ik momenteel ook niet echt zin in. Ik heb niet zoveel zin in dingen momenteel. Wat nu? Ja, weer even terug naar de Fighters Guild. Dat moeten we gaan doen. Of ik moet even een lockpiece gaan kopen, maar ik weet niet waar de hel ik die kan kopen. Oh ja, bij die shop waar we net geholpen hebben, bij die inbraken. Daar konden we ze kopen, dacht ik. Nou ja, het zei zo, dan maar niet. Trouwens, mijn toetsenweek is voorbij en hij is redelijk goed verlopen. Ik heb gewoon, elke dag had ik wel 1 of 2 toetsen, behalve deze afgelopen week. En het is trouwens, staat vast, ik ga studeren in de Warden. Het staat eigenlijk nog niet helemaal vast. Maar dit spel loopt wel vast. Maar wat ik ermee bedoel is, ik ben van plan om die studie te gaan, doen in Leeuwarden, namelijk hogere telonderwijs op Stenden. Ja, voor als jullie dat interesseert, moet wel een beetje de content vullen en zo. Oké, hier zat als goed is de baas, als die niet ligt te slapen. Fuck, hij ligt te slapen. Ja, dan wachten we gewoon even 12 uurtjes weer. De gouden 12 uur regel. 12 uur later zit er altijd wel iemand. Nu was het 1 uur s'nachts. Dan is het 1:30 s'middags ongeveer. Ja, dat zou nog veel kloppen dat hij er zit. Nu is het ochtend. 9:30. Loopt vast. 10:30. 10:30. 1:30. What is it? Ja, ja, zocht ik. Contract. You've got duties to attend to. First. Oh, ik kan een niveau omhoog. Dat is fijn. Promotie. Journeyman. Oké. Okay. You're needed in Coral. Coral. Wilt u weer terug naar Coral? Unfinished business. Oké, dan moeten we helemaal naar buiten lopen. Godsamme. Waarom kun je het niet gewoon doen dat je gewoon vanuit een huis kan fast travelen? Of misschien was dat een beetje veel gevraagd van de engine van dit spel. En dan engine geldt alleen voor de graphics en weet ik veel wat. Welke engine heeft dit spel eigenlijk? Laten we daar eens even naar kijken. Oh, kut. Speedtree. Of zo. Of de Havoc Engine, weet ik veel. Ik ben er niet zo technisch in. Ik kan eigenlijk maar 2 engines benoemen trouwens. Dat is Frostbite en... Wat was het ook alweer? Dat is dus van Battlefield. En Source Engine. Gewoon voor zowat elk spel wat er is. Nee, elk spel wat je op Steam kan downloaden. Nou, ook weer niet. Weet je wel, Team Fortress 2 Port en zo. Daar heb ik het over. Dat zijn die spelletjes. Ik ben trouwens van plan om... Ja, trouwens, dat hebben jullie al gezien vorige week. Waarom is mijn geluid opeens weg? Oké, dit is een beetje vaag hoor. Wacht eventjes. Nee. En daar ben ik weer. Er stond bij mijn opnameapparatuur dat het geluid weggevallen was. Dus dat moest ik even herstellen. Omdat ik denk ik per ongeluk die hoes van Oblivion op mijn toetsenbord laat vallen. Dat ding, zulke dingen gebeurden, hè. Zulke dingen gebeurden.
Walk with virtue, dat betekent voorspoed. Moet ik niet met jou praten of zo? Nee, wie dan? Hè, zit die direct boven? Oh, die staat direct boven me, want de schaduw gaat dwars door de vloer heen, maar dat is zo logisch. Echt, wauw. Jou moest ik hebben zeker, of niet? Greetings. I see you've been keeping yourself busy. This is good. I believe it's time for you to perform some duties for your guild. Voor mij was ik al bezig met dingen voor de guild, of niet? We are a brotherhood, a family. What affects one of us affects us all. Fighting, drunkenness, dereliction of duty are not tolerated. Okay. I would like you to speak with Modrin Orion. He will assign you... Duties. Dat zijn de staken. Waarom heb ik opeens taken? Die had ik toch al? Ik kreeg gewoon af en toe opdrachten. Of het zijn gewoon taken, dat is verplicht natuurlijk. En die opdrachten waren gewoon, oh, dat kan je doen, maar we kunnen het ook iemand anders laten doen. I suppose you've come looking for duty. Ja. Duties for you. Fine. I'll speak slowly so you can keep up. I want you to contact Maglier. Wie de fuck is Maglier? He's one of your fighters guild brothers. But he's defaulted on a contract. We can't allow that. Makes us all look bad. Wat is defaulted? Dat hij een contract afslaat of zo? Wat de heck is he dat didn't dan? Finish out a contract in dat is het dus. Hij heeft gewoon een contract niet afgemaakt. Oké dan. Dat had ik dus niet helemaal door. Maglier. Yes. Oké dan. Dan gaan we weer even hem opzoeken. Maglier blijkbaar. Klinkt als een woedelf-achtig persoon of zo. Iets in die richting. We zullen wel zien. De naam in het spel is af en toe gewoon zo vaag. Het is niet begrapt meer. Hoeveel aflevering zou dat dan dus wel zijn? 30 of zo? 31? Iets in die richting. Maar ik weet niet of ik deze serie helemaal ga afmaken. Of gewoon bij de 5 parts op een gegeven moment zeg van ja, kap er wel bij. Ik vind het wel mijn best. En op zich, ik begin deze serie een klein beetje bui te worden. Omdat ik wil niet heel graag de storyline doen. Want die heb ik al een keer gedaan. Dus er komt weinig nieuws meer voor mij. Dan ga ik liever de game spelen die ik nog nooit gespeeld heb. Omdat ze dan gewoon... Het gevoel van, wauw, dit is nieuw. Dit is glanzend, dit is grandioos. Op zich is het wel leuk om gewoon oude games te spelen. What? Oh, hi Maglier. Jij was inderdaad de woede af. Ik heb hem gelijk, joh. Defaulted. Defaulted? I suppose so. I'm not paid enough to do the job. I was supposed to find Brennus Astus' journal. Dat is alweer. Weer een boek vinden of zo. Waarom kunnen ze niet gewoon zo'n journal bijhouden in plaats van ergens in een grot achter te laten of zo? Wat de heck, wat doen mensen trouwens in die grot? Het is hartstikke gevaarlijk daar, toch komen ze er. Gekkigheid allemaal, joh. Maar ja, dat is meestal game logica van, oh, dit is niet logisch. Dat is game logica, het is niet logisch. Waarom heet het dan game logica? Geen idee. Unfinished business, moet ik zeker zijn dingetje afmaken, wauw. Dus ik ben gewoon een beetje slaaf van de Fighters Guild geworden. Nou, ik sta boven hem letterlijk, want ik ben onder andere ook langer dan hem. En ten tweede, volgens mij sta ik hoger hier ook van hem. Vet Ramp Camp. Nou, gaan we daar gewoon even naartoe, joh. En dan gaan we langs de weg, gaan we er naartoe. Naar de grot waar we naartoe moeten om een journal te halen. Kun je niet gewoon opnieuw zo'n journal schrijven? Wat is er zo belangrijk aan een dagboek dat ik het helemaal uit de grot moet halen van met monsters? Oh, bandits, lachen. Die zijn we teruggespand hier. Niet bepaard raken. Dank je, je moet niet bepaard raken, want dat vind ik niet aardig. Wat voor hamer heeft hij? Is dat zilverhamer? Kan ik altijd doorverkopen. Alhoewel, ik ben ook half over een cumber, dus dat is misschien iets helemaal praktisch. Ik vind het jammer dat paarden in het spel niet vechten. Heb je Skyrim wel, dat is echt een stuk fijner. Of eigenlijk een stuk minder fijner, want dan gaan ze best wel snel dood. Waarom kunnen we niet gewoon die eenhoorn houden die we in aflevering 15 of dergelijks kregen? Vonden, waar ik op ging zitten, die gewoon telkens met me meeging, maar me volgens aanviel omdat ik hem verdedigde. Ja, dat is wel een beetje jammer. Boormeat. Nou, dat gaan we even eten, maar dat ook niet, hè. Gaan we even slaapje doen ook. Even helft bij krijgen. Repairhammer, laten we wat repareren. Nou, meteen al hamer minder, zijn we niet meer over een cumbert. Dat is op zich wel fijn. Ik moet even mijn quatch armor repareren, denk ik. Laten repareren, want die kan ik niet repareren. Nog steeds over een cumbert? Hoe kan dat nou? Hoe zwaar is dat fucking boormeat dan, dat ik over een cumbert ben? Nou ja, dan gaan we even alchemie doen, hoor. Bloedgras, tabak en brood. Waarom niet, joh? Create bloedgras en deze, hoppakee. Ik vind het wel een leuke alchemie even te doen. Ik vind het jammer nog steeds dat het in real life dat niet werkt, alchemie. Het zou zo gevecht zijn. Maar ja, ik heb voor mij ook eerst gezegd, het lijkt wel een beetje op scheikunde. Heb ik het idee, hoor. Ik heb het idee dat het een beetje op scheikunde lijkt. Misschien is het ook wel helemaal niet zo. Kan ik dit niet remove of zo? Want ik ben niet van plan om die Jederhard te gaan gebruiken ervoor. Fire salts. Farsals moet ik denk ik maar gewoon doorvergaan verkopen, want die heb ik blijkbaar niet zoveel aan. Ginseng, kan je soep van trekken? Volgens mij. Waarom zeg ik heel vaak volgens mij? Want ik weet zeker dat je soep van kan trekken. Ik moet gewoon beer. Hoe heet het zijn? Fuck. Minder onzeker zijn, dat bedoel ik. Impgal.
Haal ik dat letterlijk uit de galblaas. Het zit ongeveer bij je maag, darmkanaal in de buurt. Wat zit nog best wel een lang stuk is. Dus ja, dat bepaalt niet echt waar het nou eigenlijk zit. Ik kan wel zeggen ongeveer daar, maar daar heb ik vast geen gelijk. Waar is mijn binas? Ik heb het vast wel ergens hier liggen. Als het ligt op school. Dat waren ook wel. Mijn toetsweek is voorbij. Yeah. Dus de komende week en de weken daarna heb ik gewoon weer een aflevering. En dan over een tijdje heb ik weer examens. En dan moet ik gewoon even per dag even 2 afleveringen opnemen voor iets. Zodat ik gewoon voor de week heb. Ja, dat is denk ik een stuk handiger, eerlijk gezegd. Ik word wel aangevallen. Maar ik negeer het gewoon. Ik vind het wel best. Is het trouwens nu My Horse of zo staat erbij? My Little Pony? Of is het nu een nog steeds Prior Mabel's of weet ik veel wat, Bart? Ik vergeet telkens heel veel namen in het spel. Alhoewel, die gaan ze dood. Dus zo belangrijk is hij niet. Als het niet dood kan, dan is het belangrijk. Laat ik het zo zeggen. Dat is meestal de regel in games. Als het niet dood kan, dan is het redelijk belangrijk. En het zat het. Oh, een Oblivion Gate. Die gaan we ook gewoon negeren. We negeren gewoon heel veel in dit spel. En doen gewoon waar we zin in hebben. Dat is het mooie aan free roaming games. Ik zie geen hole. Dat is donker. Daar is een Oblivion Gate. Die negeren we. En we gaan hier naartoe. Hopelijk is niet zo druk in die grond, zodat mijn frame rate niet gaat droppen. Dat zou ik best wel vervelend vinden. Want dat is niet leuk voor de opname en dat is niet zo leuk om te spelen. Fallen Rock Cave. Oké, dat zit hieronder. Fallen Rock Cave. Gevallen rotsgrot. Hopelijk stort er geen rots op mijn hoofd zometeen. Dan ben ik alweer een keer dood. Hoe vaak ben ik eigenlijk ondertussen dood gaan? Misschien moet ik even een keer een montage gaan maken van de keer dat ik dood ben gegaan. Zou op zich wel grappig zijn, maar waar is de ingang? Dat is niet zo grappig. Waar is een ingang? Het is een... Oh, daar. Hallo. Dat was niet zo makkelijk te vinden. Het zat in het donker. Tjonge, jonge, jonge. Wat de gekke gaat toch allemaal. Hier naar beneden. En dan gaan we hier een kistje openen. Oh, inderdaad. Gevallen rotsgrot. Hier is iemand doodgaan toen een rots op zijn eikel viel. Ik zou dan ook eigenlijk doodgaan. Waarschijnlijk doodbloeden. Mature Curious. Hier vind ik er ook al eentje. Verdorie. Ik denk dat ik hem maar gewoon meeneem. Meenemen is ook te zwaar. Verdorie, dan moet ik gewoon denk ik maar mijn kwatsch dingetje achterlaten. Dan doe ik dat gewoon over een kummert. Ja, dan trekken we deze aan. Hoe ziet dat eruit trouwens? Nou, niet verkeerd. Ziet er best wel sterk uit, dergelijke. Ik ben nu over een kummert. Dat ding was echt een stuk zwaarder. Denk ik. Nou, we moeten even wapen droppen. Doe even mijn dwarven short sword. Want die er minder damage dan mijn long sword. En ik heb ook een hele lange longsword hoor, dames. Ik ben fucking flauw af en toe. Verder. Oh, dat is ook handig. Nu kan ik echt gigantisch veel dragen, zoals jullie kunnen zien. Maar wat kan ik nog meer even droppen? Wie poses sorcery. Ik gebruik toch niet echt veel magie, dus dan kunnen we gewoon op de grond. Hoppakee, weg ermee. Hoppakee. Zo. Ik hoor het geluid dat ik aangevallen word. En dat is niet zo mooi. Holy shit! Dat was Headless Zombie en ik schrok me dood. Was niet helemaal een jumpscare, maar goed. Ik moest er redelijk van schrikken. Bof, mooie blok, bitch. Jij kan niet zoveel, want je hebt geen hoofd. Jij kan niet nadenken. Wacht, ik gebruik trouwens een zilverwapen. Die is volgens mij sterk tegen undeads. Ik heb... Ja, of het was alleen goed tegen geesten. Ook weer niet trouwens, want... Ik ging een keer met exact dit wapen tegen geest vechten. En ik kon er niet eentje dood krijgen. Gewoon geen één. Dat is echt toch flauw? Magische wapens, die zijn goed tegen geesten. Dat kan het ook zijn geweest. Oké, die is dood. Heeft nog wat leuks bij zich. Moordflash. Nou, leuk voor alchemie. Oh shit, zijn we over de kummer. Dan moeten we even wat eten, denk ik of zo. Dan gaat het wel weer af. Gewoon als je te zwaar bent in de meeste Elder Scrolls games moet je gewoon wat gaan eten. Spidal Stick. Oké. Unicorn Horn, die was heel belangrijk. Die moeten we niet doorgaan verkopen. Of opeten of zo. Zo eten we dit gewoon allemaal. Even een uurtje wachten. Ah, kan niet, want ze vuil in de buurt. Ah, dat vind ik altijd zo flauw. Nou, gaan we even healen. Waarom draait mijn magica zo snel? Dat vind ik een beetje heel erg vervelend als dat gebeurt. Oké. Waar is die journal? Hoor ik hem nu niet ergens te vinden al? Of hoe zit dat nou? Ik ben een beetje in de war waar we naartoe moeten. Waarom zijn er zo... Oh, dat is een skeleton. Als skeleton is het niet zo moeilijk. Die krijgen meestal bij 2 klappen dood. Het zijn een speciaal naam hebben en dat heeft deze dus. Waarom moet ze altijd een rat achter me? Of niet soms? Een rat achter me. Ja hoor. Oh. Oh nee. Oh nee. Raak gewoon je vriendje met de boog. Hey, dude, met de boog. Raak je vriendje of zo. Dat vind ik hartstikke aardig als je dat doet. Dan krijg je van mij een smartie. Of 2 smarties. Maar ik wil niet helemaal delen hoor. Ik wil hem niet helemaal geven aan jou. Oh nee. Hij raakt mij met zijn knots. Hij is knotsgek deze kerel. Maar als gek is hij niet, want hij heeft geen hersenen meer. Oh. Maar ik heb de range, dus daar heeft hij pech mee. Ik heb range aan de. Oh nee. Hij raakt me weer. Fuck man. Op zich zijn deze Fighters Guild Quests wel leuk, omdat je toch wel je skills improve met. Met zwaardvechten en dergelijke.
lijken, snap je? Omdat het een skelet is. Maar die heeft geen lijk meer, die heeft geen lichaam meer. Maar goed, hij heeft botten. Het zou me, ik vind het wel bot van hem. Trouwens, iedereen is blank. Onder de huid, praktisch wel te verstaan, hè? Want iedereen heeft witte botten. Is dat zo trouwens? Ik weet eigenlijk niet, ik heb eigenlijk nog nooit in het echte skelet gezien. Ja, misschien in het skelet in de biologie lokaal, maar goed, dat is er eentje van plastic. We hebben die trouwens nooit echt gebruikt ofzo, bedenk ik mij net. Ik zit in het 6 VWO en die hebben we nog nooit gebruikt, dat skelet. Dat is toch wel raar. Dat vind ik toch wel heel vreemd. Laat ik even mijn schild pakken om even tegen die dude te vechten die daar staat. Cannot change weapon while attacking. Ik val niet eens aan! Wat is dit voor mallige oude ben jij? Hallo dude. Schiet me met je pijltje. Oh kijk, ik moet even rusten, want ik ben een level omhoog gegaan. Dat is zeker nice. Ho! Oh. Ik blok altijd jouw pijlen. Nee, die blokte ik niet. Dat is dan wel weer een beetje zuur. Ga nou gewoon dood. Ik niet, alsjeblieft. Nee. Nee, help. Hij schoot mis, sukkel. Ha, you suck dick. Faggot. Jij bent een faggot. Omdat je niet raak kan schieten, ben jij een faggot. Restore health. Oh, die is mooi. Welke hebben we nog meer? Ik had ook nog wel die van healing. Zit ook echt... Wow. Wow, hoe is deze pijl hier gekomen trouwens? En dan moest ik met mijn rug naar de skeleton staan en toch heeft hij me daar geraakt. Oh ja, wacht, ik viel die rat aan die achter me stond. Dus misschien heeft hij me dan geraakt. Dat is dan toch wel vrij logisch. Healen weer, gaan we weer even een healing spammen. Trouwens, nadat ik deze skelet gedood heb, dan kap ik deze aflevering af. Want het is wel mooi geweest voor deze week voor Oblivion. En dan volgende week heb ik dan wel weer wat Black Mesa gameplay. Ik wissel het gewoon een beetje af per week, heb ik bedacht dat ik dat ga doen. Dus deze skeleton is dood en daarmee beëindig ik de aflevering. Dus bedankt voor het kijken op deze aflevering van Oblivion. Laat een duimpje en een reactie achter. En abonneer op Kuiders Gameplay als je nog niet dat had gedaan. Dus ik zie jullie volgende keer. Dus gedaan om hier. Later.